living in Antwerp City be like. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe YouTube video. Vandaag ga ik mijn make-up doen en laten zien welke productjes ik gebruik. Ik ga eerlijk zijn, mijn make-up routine verandert best vaak. Maar ja, ik ga jullie nu laten zien welke dingen ik de laatste tijd veel opdoe. En terwijl ik mijn make-up doe, ga ik gewoon een beetje praten over van alles. Dus ja, laten we beginnen. Oké, dus nu kunnen we echt beginnen. Het eerste wat ik dus eigenlijk opdoe, is een moisturizing cream van CeraVe. Die meng ik met deze tanning drops van de Kruidvat. Dat was 9,99 euro toen ik dat ben gaan halen. Maar ik heb ook gezien dat hij zijn promo was voor 4,99 euro of zo. Maar I don't know. Deze twee meng ik zo op mijn hand. Ik weet eigenlijk niet wat dat precies doet. Ja, een hydraterende crème is altijd goed. Maar die drops, ik zie verschil. Ik zie dat ik er bruiner uitzie. Maar je blijft niet getint of zo. Ik heb dat nog gehoord van mensen die gebruiken dat dat niet zo echt dezelfde is. Maar blijft. Ik doe dat dan zo op mijn hand en dan meng ik dat met dat. Maar ik ga heel eerlijk zijn, ik weet niet waarom ik dat doe. Ik heb gewoon bij anderen gezien dat hun dat zo doen. Ook zo Alex Earl. Die mengt dat met die Drunk Elephant drops. Dus ik denk dat dit ook juist is. Oei, ik heb eigenlijk echt veel te veel gedaan, zie. Dus dan meng ik dat zo. En dat ziet er heel schoon uit, maar oké. En dan doe ik dat eigenlijk gewoon zo op mijn gezicht. Oh, zien jullie dit? What the fuck? Zien jullie dat blauw? Dat heb ik net per ongeluk gedaan. Ik heb zo een zoals de staaf van een lamp. Ik heb zo'n lamp hier staan. En ik heb dat tegen mijn, langs mijn oog in mijn gezicht gekregen. En dat doet echt pijn. Ik ben me eigenlijk basically aan het klaarmaken, omdat ik straks naar een event ga van de Zep. Nora Gariep heeft zo een collectie uitgebracht met Zep, dus daar ga ik naartoe met Marco en Maymena. En ja, ik heb er wel zin in. Ik wil gewoon ook in deze video een beetje praten over van alles, omdat ik denk dat mensen ook door mijn social media denken van oh, die heeft echt een perfect leven en zo, en die voelt er altijd top in. Maar dat is gewoon echt totaal niet. Maar ik wil ook totaal niet zielig doen of zo. Ik wil gewoon real doen en gewoon praten over hoe ik mij voel. En ik heb het gevoel dat toch heel veel mensen al door hadden hoe ik tegenover school sta. Ik heb zo eens in een Get Ready With Me op TikTok heb ik gezegd dat ik faalangst heb. En daardoor ook in middelbaar ben overgeschakeld naar de examencommissie en zo. Ja, dat was een van de redenen. En ik kreeg echt meteen al DM's van mensen die zeiden dat ze dat echt leuk vonden dat ik daarover sprak. En dat ze ook faalangst hebben. En ja, ik heb gewoon het gevoel dat ik meer over zo'n ding wil spreken. Zodat ja, ook mensen gewoon weten dat niet raar is of zo. Dat ga ik dus ook doen. Maar terwijl ga ik jullie ook mijn make-up tutorial geven. Ik heb nu ongeveer 2 weken geen foundation meer opgedaan. Ik weet niet waarom, ik had daar gewoon totaal geen zin in. Als ik foundation opdoe, is het deze. Oké, de Accord Parfait van L'Oréal Paris in de kleur 4N. Ik denk dat dit te donker is voor mij. Maar in de zomer is deze perfect. En ik heb zo geen foundation voor in de winter eigenlijk. Dus ik doe altijd deze op. Ik weet niet hoe de meeste mensen dat doen. Ik zie sommige mensen dat zo op hun hand doen, sommige rechtstreeks op hun gezicht. Ik doe dat echt gewoon op mijn beauty spons. En dan, ik weet niet of dat mis is of als daar iets raar mee is. Ik doe gewoon zo wat stipjes overal. Als ik nog meer nodig heb, dan pak ik dat. En dan blend ik gewoon uit. Oké, de camera was net even uitgevallen. Maar wat ik dus aan het zeggen was, ik denk dat mensen wel kunnen zien, zowel op mijn TikToks als in mijn laatste YouTube video zelfs, dat ik dus struggle met school. Of ja, dat ik gewoon niet goed weet wat ik doe op school. En of ik het wil doen en zo. Daar ga ik nog verder op ingaan. Maar mijn foundation zit erop. Dus, next is mijn concealer. Oh, die ziet er ook niet meer uit. Maar zien jullie welke het is? Ja. Deze gebruik ik echt al lang. Maar echt al jaren. De Maybelline Instant Anti-Age Eraser Concealer. Maar die is zo goed. Ik denk dat ik de lichtste kleur daarin heb. Ik zie het hier nu niet op staan. Maar ik denk dat ik gewoon 01 Light heb, volgens mij is dat. Ik doe dat gewoon letterlijk onder mijn ogen. Veel onder mijn ogen. Er is zo, ik zie op TikTok altijd mensen zo hier een beetje doen en hier een beetje doen. Wil iemand eens commenten waarom dat is? Ik weet niet waarom mensen dat zo alleen hier en hier doen. Want ik smeer dat echt onder heel mijn ogen. Dus als iemand weet waarom mensen dat zo doen, let me know. Ik doe dat dus gewoon onder mijn ogen. Zie, dat bedoel ik. Ik smeer dat echt onder heel mijn oog. Ik doe dat ook wel vaak zo hier op mijn kin en hier. Een beetje. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dat op die plekken doe. Maar oké.
Goed, dus wat ik aan het zeggen was. Dus over dat struggle met school. Ik weet gewoon niet goed of ik de richting die ik doe leuk vind. Of school iets voor mij is. En dat klinkt zo dramatisch, want ik deed het altijd heel goed op school. In de basisschool, in de middelbare school. Ik deed het altijd heel goed. Ik ben wel overgeschakeld naar examencommissie, maar dat was niet omdat ik slechte punten had of zo. Ik had kei goede punten. Jullie gaan me haten voor dit, maar ik was echt iemand die zei van ik ga echt slechte punten halen. En dan haalde ik goede punten. Maar, wacht. Ik geloofde mijzelf als ik dat zei. Dat is wat ik bedoel. Ik heb faalangst. Als ik zei, ik ga buizen hierop. Ik kan dit niet. Ik had keihard gestudeerd en ik zei, ik kan dit niet. Ik ga 0 halen. Ik geloofde mezelf oprecht. En dan haalde ik ja een 9 op 10 of zo. Allee, snap je? Dus iedereen is altijd zo van, oh, ik haat zo'n mensen. Maar ik dacht dat dus echt oprecht. Hè. Ik zei dat niet zomaar. Hè. Ik zei dat niet om zo aandacht te zoeken of I don't know. Ik dacht echt van, ik ga hierop buizen. Ik ben hier echt vrij zeker van. Ja, ik denk zo dat die faalangst en zo denken dat ik op alles ging buizen is begonnen. Was dat tweede middelbaar zijn geweest? Ik denk dat dat tweede middelbaar begonnen is. Dat ik echt zo de eerste keer een enorme breakdown heb gehad over, ik denk dat dat toen mijn geschiedenis-examen was. En ik begon helemaal te flippen. Ik had echt de hele nacht zitten krijsen. En dan heeft mijn mama voor de ochtend daarna zo een proefexamen gemaakt en kon ik dat perfect. Ik denk dat dat ongeveer rond die leeftijd begonnen is en dat is alleen maar erger en erger geworden. Dus in het vijfde kon ik het echt niet meer aan, de stress, en kon ik echt niet meer. Ja, het was gewoon elke dag toetsen en iedereen moet daardoor, ik weet dat, hè. Ik wil niet zo kinderachtig zeggen van oh, ik kan dat niet aan, maar het was gewoon. Ja, ik voelde me gewoon enorm ongelukkig op school. Mijn mama kreeg mij niet uit mijn bed. Ik was gewoon constant aan het janken. Ik vertrok jankend naar school. Ik kwam terug jankend van school. In het vijfde middelbaar moet je denken, hè. Dus ik was daar al gewoon 16, 17. Dus ja, toen zagen mijn ouders in van oké, als je examencommissie wilt doen, we snappen het en we gaan je daarin steunen. En we weten dat je goed studeert, we weten dat je goede punten haalt, dus jij kunt dat. En ja, ik kreeg ook heel veel vragen over de examencommissie. Voor mij is dat echt heel goed gegaan. Ik wil er wel eens een aparte video over maken, moest dat echt nodig zijn. Want ik krijg er echt nog steeds DM's over, omdat mensen zien op TikTok dat ik examencommissie heb gedaan. Maar ik raad u echt aan om eerst sowieso naar de website te gaan en daar alles te lezen. Want daar staat echt al superveel informatie. En zoals een infosessie bij te wonen, want dan komt je alles te weten. Ik ga zo meteen verder met mijn verhaal. De concealer zit erop. Ja, je ziet dat ding nog steeds, hè. Dat is echt erg, maar oké. Oké, ook de stappen die ik doe in mijn make-up routine. Ik weet niet of dat klopt, hè. Niks van mij aannemen, alsjeblieft. Okay. Deze heb ik net gekocht in Amsterdam en de Bijenkorf. En dat is de Charlotte Tilbury Contour. Ik had nog nooit in mijn leven contour opgedaan. Voor ik deze had. Maar ik wou gewoon iets van Charlotte Tilbury uittesten. En I don't know. Ik was zo van, ik wil wel eens een contour doen. Allee, uittesten. Oké, dus. En die ruikt ook enorm. Living in Antwerp City, be like. Ik heb daarop geduwd en dan komt dat zo terug uit. Ik doe dat hier. Moet dat gewoon 2 puntjes zijn? Ik weet het nog steeds niet. So, please don't judge me. Dus op deze plekken doe ik het nu. Dus ik zat aan het stuk dat ik ben overgeschakeld naar examencommissie. Ja, voor mij was dat de beste keuze. Voor mij is dat heel goed gegaan. Ik heb echt geen enkele keer gestruggeld bij examencommissie. Natuurlijk waren er vakken die ik minder goed kon ofzo. Maar nog steeds, ze zijn allemaal gelukt. Dus dat is nice. Ik denk dat ik 2 maanden eerder klaar was dan de rest van mijn jaar. Dat interesseerde mij ook niet. Daarvoor had ik het niet gedaan. En dan ja, was natuurlijk van, wat ga ik nu verder doen? Want nu hogeschool terug. En dan ga ik echt officieel terug in de les moeten zitten. En terug die stress. Oké, dat is niet hetzelfde als middelbaar. Ik heb niet toetsen elke dag en zo. Maar nog steeds. Voor mij was het ook heel stressy om in de klas te zitten en zo. Ik was echt zo iemand van, oh my god, als die me nu gaat aanduiden. Oh, ik begon echt al te stressen gewoon omdat ik wist, oh, die leerkracht duidt mensen aan. Weet je wat ik bedoel? Echt zo extreem. Of zo, als je zo moet voorlezen, of bijvoorbeeld in het Frans, dat was nog erg. Ik kon echt goed Frans, daar niet van. Maar als je zo wist van, oh nee, ik ga moeten voorlezen, dan was ik dat echt al meerdere keren aan het lezen. Gewoon omdat ik zoveel stress had als ik oprecht moest gaan lezen en die me ging aanduiden. Het was echt gewoon, het was gewoon niet nice. Dus dan was het natuurlijk, wat ga ik nu doen? Ik wist het niet. Ik wist niet wat ik wou doen.
Mijn papa zei, ik denk dat marketing iets voor u is. Jij vindt social media interessant, jij doet dat graag. Ik denk dat marketing daar het meest bij aansluit. Turns out, het is niet echt zo. Ik ga eerlijk zijn, ik vind het niet. Ja, ik weet nu niet of het ligt aan dat ik me niet goed voel op school in het algemeen. Of dat ik de richting gewoon helemaal niet interessant vind. Want ik heb echt al heel veel richtingen bekeken. En ik weet het nog steeds niet. Maar gewoon weet dat als je in een richting zit en je weet het allemaal niet en je bent gewoon niet alleen. Want ik denk altijd van, oh nee, ik ben de enige die hier struggelt. Iedereen is hier goede punten aan het halen, iedereen is gewoon zich aan het inzetten, iedereen is constant naar de les aan het gaan. En ik zit hier en ik weet niet wat ik wil doen. Maar je bent niet alleen ofzo. Ik heb pas nog eens een video op TikTok gezien met iemand die dat zei en die voelde er super ondankbaar daarvoor en zo. En ik voel mij ook zo, dus dan denk ik van, oké, ik ben niet alleen. Ik ben niet de enige die struggelt op vlak van school en die niet weet wat hij wil doen in het leven verder en zo. Het is gewoon zo'n druk. Maar oké, next product. Het volgende product dat ik gebruik is gewoon een eyebrow gel van de HEMA. Ik heb totaal niet zo'n perfect symmetrische wenkbrauw. Ik vind dat gewoon niet mooi als ik dat bijteken of zo. Ik heb dat wel ooit gedaan. Maar dus eigenlijk letterlijk het enige wat ik doe is met deze gel dat zo wat omhoog zetten. Dan het volgende wat ik opdoe is mascara. Ik heb al heel veel soorten mascara's opgedaan. Ik heb altijd andere. De mascara's die ik het meest graag zijn van Maybelline of van L'Oreal. Deze is nu van Maybelline. Wacht, hè. Ja. Push-up Angel mascara. Ik heb heel lang de Sky High gebruikt. Die is gewoon op. En ik ben die nog niet nieuw gaan halen omdat ik nu deze heb. De Telescope van L'Oreal vind ik ook echt super goed. Ik vind de Telescope en deze eigenlijk echt heel goed. Omdat die zijn allebei zo heel dun. Zo extreem dun. Ik weet niet of je dat kunt zien. Ik zie bij mezelf echt heel veel verschil met en zonder mascara. Kent je dat? Sommige dagen werken je wimpers echt mee en sommige dagen niet. Vandaag deze kant niet. Nu even terug naar mijn schoolgedoe. Want eigenlijk wil ik echt met heel het verhaal zeggen dat ik het allemaal gewoon niet weet. En ik denk dat dat oké is. Ik weet niet of dat oké is. Maar ik wil wel iets doen, tuurlijk. Ik wil iets doen. Maar ik vind niet wat ik wil doen. Ik vind niet welke richting ik interessant vind. Of een opleiding dat ik interessant vind. Ik ben gewoon super hard aan het zoeken nu. Ik doe nu al anderhalf jaar marketing. Dus mensen gaan misschien denken van, oh, dat is dom om nu te stoppen. Je moet nog maar anderhalf jaar. Op het tempo dat ik bezig ben, moet ik nog wel eventjes. Hè? Omdat ik het gewoon niet interessant vind en het gewoon niet zo graag doe, zet ik mij ook totaal niet in. Maar echt totaal niet. Ik vind ook dat ik gewoon soms heel ondankbaar klink daardoor. Omdat, nee, ik weet niet, ik heb de kans om te studeren en ik doe dan niks. Maar dat is niet van dat ik dat niet wil, want ik wil dat wel, maar ik doe die richting niet graag. En, maar ik bedoel niet van ik doe die richting niet graag. Oh, iedereen doet school niet graag. Nee, maar ik ben 24/7 aan het wenen. Ik ga zelfs niet naar de les en ik ween nog steeds. Omdat ik zoiets heb van, wat moet ik doen in mijn leven? Wat moet ik doen? Want ik doe dit niet graag. En ja, ik ben de laatste tijd echt gewoon best veel weer aan het janken gewoon om school. Dus als jullie tips hebben, laat mij weten. Of de mensen die dit nu zien en in dezelfde situatie zitten of hebben gezeten, hebben jullie tips wat ik het best kan doen? Want ik weet het niet meer. Ik vind echt het grootste verschil bij mij als ik mascara op doe. Ik weet niet waarom. Want ik doe dat niet extreem fel of zo. Maar ik vind toch dat dat een groot verschil maakt bij mij. Wat ik nu nog na dit opdoe is blush en soms highlighter. Ik ga vandaag geen highlighter doen, omdat ik... Maar ik zeg altijd soms highlighter, maar eerlijk gezegd, ik denk dat ik al maanden niet meer heb opgedaan. Ja, oké, ik heb daar gewoon weer geen zin in. Ik heb de Rare Beauty Blush, maar ik ga eerlijk zijn, ik vind liquid blushes minder leuk dan gewoon poeder. Van L'Oreal Le Blush. Is daar een kleur in of zo? Dat weet ik niet, want dat zie ik nergens staan. Dat is eigenlijk al het laatste wat ik doe in mijn make-up routine. Maar ja, zoals ik al zei, mijn make-up routine verandert echt wel soms. Ik kan het soms echt wel overdrijven met blush. Ik vind het echt mooi. Does it look good? Ja, mijn haar is nog wel nat van te douchen. Maar mijn make-up, ik denk dat het wel oké is. Ah ja, oh, natuurlijk lipgloss. Dat doe ik ook nog altijd op. Oh, kijk dit tasje. Dit tasje is zo cute. I love it so much. Hier, deze doe ik altijd op. De Dior Lip Glow Oil in de kleur Rosewood 012. Ah ja, dat was ik even vergeten te zeggen. Ik heb zo geen setting spray of al die dingen, want ik weet niet eens hoe dat werkt en wanneer je dat moet opdoen. En wat daar merken van zijn. En of dat een verschil maakt. Maar dus, deze. Zo mooi.
Maar dat voelt ook zo leuk. Zie hoe mooi. Ik denk dat dit de video was. Dus ik heb hier eigenlijk gewoon gerant over school. Sorry. Maar als jullie tips hebben, laat mij zeker weten. Als jullie ook zo voelen, jullie zijn niet alleen. Jullie mogen altijd mijn DM sturen. Ik ga waarschijnlijk niet kunnen helpen, want ik weet het zelf niet wat ik moet doen. Maar goed. I hope you liked the video. Als er bepaalde onderwerpen zijn waar jullie graag willen dat ik over spreek of zo, laat mij zeker weten. Want ik doe dat graag. Ik ben graag open. Mij maakt het echt allemaal niet uit. En als jullie ideeën hebben voor YouTube, jullie mogen altijd laten weten. Ik heb wel wat leuke ideeën waar ik zo met mensen kan doen, maar waar ik zo alleen kan doen, heb ik nog niet heel veel ideeën van. Dus laat mij zeker weten. Dank je voor het kijken en bye bye.